Per dag nemen, totdat het op is. En dan is de buikpijn over. Nou, dan kunnen jullie dat op gaan halen. Alsjeblieft. Bij de kamer 2, ja. Zo, nou, dag hoor. Hey, en hoe vond je dit ziekenhuis? Waren de mensen aardig? Was het eten lekker? Ja, ik vond het niet lekker, maar de mensen waren wel aardig. De mensen waren aardig. Oké, okay, dus als je nog een keer ziek zou zijn, dan zou je hier misschien nog wel terug willen komen. Ja. Oké. Okay. Helemaal perfect. Ja, ik ben vorige week bijna van de wereld geweest wegens suikeraanval. Ja? Of coma heet dat. Suiker was te laag. Ze hebben er helemaal bovenop gekomen. Anders had ik niet meer gezeten. Ja, en dan vragen ze nog, en begrijp je het? Het zit best wel fijn. En toen ik ook met mijn jongste dochter zie geboren. En hij is 6 weken oud. Ja, het is en toen vond het incident plaats. Toen zijn we hier op de EHBO gekomen. Per ambulance ook. En ik vind het ook heel knap. Mijn complimenten ook aan de kinderarts van dit ziekenhuis. Die is er ook achter gekomen dat ze een hele ernstige hartafwijking heeft. Oké. Maar dat neemt ze met mijn oude nieuwe dan het zien. Vind je het leuk? Ik vind het leuk. Hebben jullie al wat lekkers? Wil je wat lekkers? Arm strakjes nog af. Als hij te groot is. Hoe ver is hij? Thank you.
daarnaast dat bijzonder maakt, is dat je een hele diverse patiëntenpopulatie hebt. Met allerlei verschillende achtergronden, nationaliteiten. En dat maakt het gewoon heel afwisselend. Ja.